Ja, we staan aan de Grindweg bij het gebouw van de Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten. En achter mij het voertuigbestand op 1A. En daarover gaat ons item vandaag. Deze A-Fort uit 1931. Want die is onlangs op transport gezet naar Winsum. En waar dat voor is, dat laten we u zien. Jij hebt ons uitgenodigd om mee te gaan vandaag naar Winsum, heb ik begrepen. Wat gaan we daar doen? Ja, we gaan naar Winsum, daar staat de oudste nog bekend zijn, de brandweerauto van de gemeente Winschoten. En die wordt in Winsum door een particulier motorisch weer nagekeken. En zover geüpdate dat hij weer op de weg kan en kan worden gekeurd bij TDW. Nou, Dirk in Winsum. Ja. Ik hoor wat. Ik ook. Ja, wat is dat? Hij rijdt. Hij draait. Ja, dat geweldig. Dat kan toch niet? Nee, maar toch wel. Dus we zijn al ver gevorderd, heb ik wel in de gaten. Ik hoor hem. Moet luisteren, wat een geluidje. We lopen er even naartoe, want volgens mij zit de poot erachter. Kijk, dit is. Hij rijdt. Goedendag. Goedemorgen. Ja, hij rijdt weer. Nou, wij zijn nieuwsgierig naar een hele oude brandweerauto uit Winschoten. Nou, dan ben je hier op de goede plaats. Want een paar maanden geleden hebben ze hier dus een oude auto gebracht. Ik dacht, nou, wat moet ik daarmee? Ja, want dat ding heeft jaren stilgestaan. En nou, ik heb gehoord dat jij er wel eens een beetje aan knutselt. Wil je eens proberen om dit ding weer rijdend te maken? Nou ja, en oké, je kunt... Kijk. En dat doet hij ook in de versnelling, dan rijdt hij dus echt. Ja, want ik kwam hier net met Dick Zwaar aan en die zegt, dat moet je horen. Hij zegt, ik hoor hem draaien, die motor. Ja. Nee, dat is ook zo. En hij loopt als nieuw. En dat is dus, dat is toch wel leuk. Daar krijg je dus toch weer een kick van. We willen even kijken bij die motor. Kunt u hem zo laten staan of moet hij dan uit? Nee, ik kan zo blijven staan. Dat is geen enkel probleem. Wat is daar nou aan gebeurd, Poort? Nou, kijk, je begint met het eenvoudigste. Je zegt op een gegeven moment, nou, dit ding heeft zoveel jaar stilgestaan. We beginnen ermee compressie opmeten. Oké, de compressie, we hadden toevallig geluk. Alle vier cilinders die hadden evenveel compressie. Dan kun je er over het algemeen wel van uitgaan of het is helemaal niks meer waard. Of in dit geval had hij dus wel compressie evenveel. Praktisch evenveel. Nou, dan geeft dat al een goed gevoel. Nou, dan heb je voor de rest een ontsteking en je stelt ontstekingstijdstip of dat goed is, of die funkt, dat deed hij ook. Alhoewel, toen hij een keer liep hij niet goed en toen bleek dus toch alsnog de condensator kapot te zijn, dus zit er ook nieuw in. Nou, dan heb je natuurlijk zoiets als een carburateur. Benzine is oud, er zat niks meer in trouwens. En dan ga je... Nieuw benzine erin doen, je maakt de carburateur helemaal schoon, stel hem af. Ja, maar deze is hier dus naartoe gebracht, die kan hier dus straks weer rijdend vandaan als ik het goed heb. Of is dat even te veel gevraagd? Nou, kijk, we hebben ook zoiets als een overheid. Hè? En formeel mag dit ding helemaal niet op de weg komen natuurlijk, want hij bestaat nog niet. Hè? Hij bestaat nog niet. Ja, we zien hem wel. Maar... Er zit een kentekenplaat op, zag ik. Ja. Maar dat zegt niet alles? Nee, hij moet eerst dus via de RDW... Moet hij dus weer goedgekeurd worden. Okay. Dat is eigenlijk ook een beetje bijgekomen. Want eerst had ik eigenlijk alleen maar de vraag gekregen. Wil je ons even technisch helpen? Helpen, ja. Dat begint maar, al mee, hè? Ja. Later is het geworden RDW klaar. Dat is iets meer dan... Maar hij moet ook niet te veel doen natuurlijk. Want die man zelf ook bezig, hè? Want die propageren dat zij oude brandweerauto's opknapen. Dus, Ja. Nee, dat vind ik dus eigenlijk ook wel. En daarom bouw ik ook stoppen als alles functioneert. Ja, Dick, ik hoor nou net van Poor dat in september... dan denkt hij dat hij hem weer zover heeft dat hij weer terug kan naar Winschoten. Ja, dat heb ik ook net begrepen. En ik hoop dat hij dan weer opgehaald wordt... door een vrachtwagen van de gemeente met een container. Dan gaan wij in Winschoten nog de finishing touch doen. En dan gaan we met de Studebaker samen naar het RDW in Groningen. Om de beide auto's weer op het kenteken te laten zetten. Zodat we ook weer op de weg mogen rijden.
Ja, Dick, deze auto die dateert uit 1931, al is dat een beetje onduidelijk nog gezien de documenten. Die auto werd natuurlijk gemaakt in Amerika, voordat zijn auto in Nederland of in Europa was. Wij zijn natuurlijk waarschijnlijk al een jaar verder. Dan werd hij ergens op kenteken gezet, toen bij een importeur of bij een dealer. Maar goed, er zijn papieren in de archieven van de gemeente dat begin 1928, 29, 30, 31. Alleen de opbouwer die dus de brandauto ervan gemaakt heeft, die heeft zijn plaatje erop staan van 1931. En heeft tot 1958, 59 is die auto operationeel geweest. Voor noodgevallen later natuurlijk in de 50e jaren. Maar het verhaal is dat hij dus in de oorlogstijd is die verstopt op een boerderij. Op het Zuiderveen onder een stroobult, omdat de Duitsers toen alles meenamen. Er is namelijk een nieuw fort in 1939 gebouwd. Die is bij Winschoten in gebruik gekomen. Alleen die was in 1940 weer weg, hebben ze nooit weer gezien. Maar deze heeft dus de oorlog op wonderbaarlijke wijze heeft hij die overleefd, doordat ze hem verstopt hadden op een boerderij op Zuiderveen. Prachtig toch? Een mooi verhaal. Een trieste periode, maar een mooi verhaal. In ieder geval een mooi behoud voor deze auto. Klopt. Nou, die weer zover is, zeker de moeite waard om hem te koesteren. Je hoort hem weer, hij rolt weer, hij draait weer. De techneuzen zijn er weer geweldig mee bezig. Het is ook een lust om aan zijn auto te werken, heb ik begrepen. Want het is jullie opzet wel natuurlijk, om nu die weer rijdt, het motorgeluid, het prachtige geluid. Net naaimachientje, vond ik. Ja, het is net een naaimachientje, ja. Ja, dat hebben we wel graag. Dat die auto's dan ook weer gebruikt worden voor open dagen en tentoonstellingen en noem maar op. We kijken ernaar uit, Dick, dat dit weer terugkomt in Winschoten, ja. En dat het weer rijdt. We zullen jullie informeren als de auto terugkomt en wie weet dat er dan nog even een shotje gemaakt kan worden. Bedankt.